wil graag Jannik Nijssen, de wethouder, vragen. Die is een paar weken geleden bij mij geweest. Om zijn bevindingen wil ik graag horen. Wat hij gezien heeft en hoe hij dat gevonden heeft. Gisteravond was er een commissievergadering, oftewel een ronde tafelgesprek bij de gemeente Medeblik, waar Jan van Vliet insprak. Jan was niet helemaal op de hoogte hoe de ronde tafelgesprek in de commissie werkt. De wethouder is te gast en mag alleen optreden als de raadsleden dit willen. Het huidige dualisme. We stellen dan ons voor om te besluiten dat Opperdoes kan worden verkocht als er een nieuwe ruimte voor de kledingbak is gevonden. Of wij de mensen uit Oekraïne kunnen helpen. Wij krijgen nog steeds elke week tientallen mensen uit Oekraïne in onze winkel die wij van kleding voorzien. En op verzoek van de gemeente. We willen de gemeente voorstellen de kledingbank en de voedselbank een subsidie te verstrekken van 5200 per jaar. En dat is 100 in de week. Maar als u nou rekent, ik heb veel mensen hier achter mij zitten. Ik zou graag een applausje voor ze hebben, want ze staan het hele jaar te werken voor niks. Gaat het lukken? Ja. Jan, je hebt ingesproken. En wat is de verwachting? Ja, de verwachting dat er toch, dacht ik, een meerderheid in de raad was die graag met me mee zou willen. Maar dat de mogelijkheden momenteel beperkt zijn, omdat ze geen ruimte hebben op dit moment. Maar ze zouden er wel naast naar gaan zoeken. Onbekend was die 5200 euro aan subsidie. Was die even iets uit de hoge hoed gekomen? Nou, die wordt eigenlijk samengesteld als je kijkt naar de boeken wat je nodig hebt. En wat ik al vertelde, dat we de dames graag meenemen. Voor een hapje eten, dat kostte 600 euro. En dat is ook allemaal van de zomer 100 euro gegeven als vakantiegeld. Dat is natuurlijk een fractie van wat ze eigenlijk verdienen. Maar het kost wel weer 1400 euro. Daar ben je alleen al 2000 euro aan kwijt. Toch doet de wethouder een beroep op, ook op particulieren. Ook op mensen met een loods of dergelijke. Is dat een oplossing? Als de loods, verwarmde loods is binnen 3 kilometer van onze winkel, waar we geen huur voor hoeven te betalen, dan is dat een oplossing.